Yo mensen, tof ik kijk naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999 met vandaag weer de nieuwe 500 Career Mode, de FIFA 22 500 Career Mode. Deze aflevering spelen we um, twee wedstrijden, waarvan de eerste wedstrijd die we spelen is nu dus de halve finale van het KVB Baker toernooi die we beginnen tegen RSV. We spelen dit, deze wedstrijd met onze tweede elftal, dus van Hoedonk de spits enzovoort, hoe we het tweede elftal kennen. Ik gaan even een paar reacties doornemen. Ik heb natuurlijk zometeen vol, zo volgend seizoen, maar Boosniek kunnen ook nog terug. We hebben natuurlijk vijf spitsen. We hebben Dost. We hebben Linse, We hebben Boosniek. We hebben Van, Ho uh, Van Hooydonk. En uh, even kijken. Destus gaat sowieso weg. En we hebben Bunnies. Dat zijn er dus vijf. Ik denk dat ik Bunnies ga uitlenen Linsen ga verkopen. En dan houden we dus drie spitsen over. Dat zijn Dost, Van Hooydonk en uh, dan, ben ik even, dan ben ik even de kluts kwijt. Uh, Dost, Van Hooydonk uh, wat zei ik nou ook alweer? Nou, ja, ik ben even helemaal. Uh, helemaal uh... Oh ja, Boznik, dat was het. Daar houden we dus die drie over. Nou, Dost wil ik eerst een spits maken. Uh, Boznik wil ik volgend seizoen uh, op de bank zetten. En houden we dus van Hoydonk over. Uh, dat die we ook wel op de bank zien. Die, die denk ik ook wel op de bank wil zetten. Dus even kijken. En van Hoijdonk, zoals jullie ook al zeiden, kan ik misschien omtoveren naar Middenvelden of een vleugelspeler. Hij is nog jong en dat kan dus zeker. Hier aan de bal van Hoijdonk En die schiet de bal er bijna in, zeg. Voor een 1-0. Maar helaas blijft het 0-0. Dus Heerenveen en Feyenoord. De eerste helft die bijna voorbij is. We gaan rusten. Misschien zelfs wel met 0-0. Deze halve finale van het KVB-keternooi. De andere halve finale is PSV-Ajax. Een topper. Of een topjaar. Noem je dat in de eredivisie. Het is dus PSV en Ajax. Hopen, ja, hopen we eigenlijk dat PSV doorgaat naar die finale. Dan hebben we een klassieker in de beker. Dat zou ook een mooi zijn de finale. Hier komt trouwens nu een kans voor ons. Maar de redding is van Kroessen. Doe maar van Heerenveen. Die zien we ontstaan naast Nelson. Die wij volgens seizoen ook meer kans willen geven. Maar ja, Neres komt volgend seizoen naar de Kuip. Baks gaat waarschijnlijk weg. En Nelson komt dan weer op een tweede plan terecht. We even kijken hoe we uitpuzzelen, hoe en wie we, naar, hoe we gaan neerzetten. Want Nelson hebben we natuurlijk definitief overgehaald. Net zoals uh, Guus Stil. Hier van Hoordoen. Kopbal hier nu van Hendricks. En die kopt de bal perfect binnen. In minuut 40 is het 1-0 door Feyenoord. De aanvoerder van, deze, van dit tweede helftal is Ramon Hendricks. Die hier Feyenoord op een 1-0 voorsprong zet. Ook iemand die we eigenlijk wel gewoon sowieso moeten behouden. Dan gaan we volgens hun ook wat spelers uitlenen natuurlijk. Antonucci hebben we nu uitgeleend. Misschien ook nog een keer. Moeten even kijken hoeveel ze gegroeid zijn. Maar dit is wel een mooie koppen van Hendricks. En dit is dus 1-0 voor Feyenoord. Begin van het eind van deze eerste helft. Hendricks is tevreden en wij zijn natuurlijk ook tevreden als coach Shine, Want de eerste helft zit hier dus daardoor bijna op bij een voorsprong. Je kan, uh, je, je kan niet beter eindigen in de eerste helft, beginnen met 1-0 voorsprong. Of eindigen met 1-0 voorsprong, hier had het zomaar 2-0 kunnen zijn, maar dat gebeurde er niet ondertussen de tweede helft. Maar de bal hier voor uh, Hartjes is, die de maar probeert. Maar tot nu toe heeft Hartjes zich niet, nog niet zo kunnen laten zien. Misschien voor hem volgens hun ook een uitleding, dat we anderen de kans gaan geven. Hartjes, wel een goede paas nu op uh, Boer. Boer in de handen van de doelman. Kroes. En natuurlijk ook uh, Boer, de jeugdspeler. Die we ook. Ja, eigenlijk moeten we dat soort spelers ook uitdelen. Want ja, moet natuurlijk niet gaan gebeuren. Dat ze. Uh, uh, wat wil ik nou zeggen? Ik ben even helemaal kwijt. Niet gaan gebeuren dat ze achteruit gaan qua hun, uh, qua hun niveau. Dus daar moeten we even mee rekening mee zien te houden. Nog steeds 1-0 trouwens. 65 minuten wissel nu. Gustil uh, komt erin voor Hartjes. En Veerman komt erin voor uh, shop bij Herenveen. En tilt dus nu binnen de lijnen bij Feyenoord. Hier de bal voor Joey Veerman, Henk Veerman. De twee uh, met dezelfde achternaam nu. Van der Heijden wordt achterna gezeten. Wordt ook goed opgelost door uh, Geertruida. En Boer. Goed. Stefano. Stefano. Dit aanval gebeurde er niks. Tussen nu al minuten 84. En steeds de bal bezit voor, voor Herenveen nu weer. 2-0 nog steeds. Heb ik die 2-0 erin gezet? Ik heb geen idee. Weet je het is? Die app die ik waar die video's mee aan elkaar zet, ze had weer een storing. Hij deed het weer niet goed. Hij werkte niet goed. Dus ik heb het op de andere manier opgelost. Dus ja, vandaar misschien ook sommige doelpunten zoals nu dus er niet in zitten. Maar goed, we zijn 2-0 voor. En dan eens gaan we kijken. Hier komt misschien een aansluiting, sterven. De bal het gelukkig net over hier zeg. Had de kans geweest zo'n voor een 1-2. Doelman hier, Remy. Die we eigenlijk ook uh, moeten, sommigen moeten gaan verkopen. En de wedstrijd is ook geëindigd. Ik heb hem te vroeg geëindigd, zie ik. Maar het is wel 2-0 gebleven. En zo is het dus, die wedstrijd erop. Kijk, dit is dus even een nadeel: als de app niet werkt waar het allemaal mee doet, dan zie je dus stukken die je mist. En dat zeg ik ook eerlijk, ik had een andere app. Ik had het via mijn telefoon uh, zeg maar, gedaan. En vandaar dat het dus niet perfect zag. Uh, tot hoe ver het eindigde. Uh, maar gaan we uitlenen? Dat is wel één ding, wat zeker is. Uh, Groningen gaan we nu simuleren. En dan de eerste Conference League. Deze winnen we 2-1. En de eerste Conference league, League-wedstrijd is tegen PSV. De tweede ook natuurlijk, maar de laatste 16 spelen we tegen PSV. Uh, Jeugd Scouts, deze niet, deze, deze wel. Deze ook niet. Italianen vallen het vies tegen. Twee goede Italiaanse spelers. In Nederland hebben we dan nog wat. Deze niet, die ook niet. Deze ook niet en deze ook niet. Nederland vallen het helemaal tegen. Twee goede Italianen gaan we gelijk toevoegen aan de selectie. En gaan we ook gelijk op de leenlijst zetten. Twee middenvelders. Even kijken. We hebben heel wat doelmannen. We moeten volgens doen echt even wat gaan verkopen. Costa gaan we uitlenen. En uh, Salah gaan we uitlenen. Ja, Salah. Ja. Zo kan je het ook zeggen. PSV Feyenoord. We gaan met ons baas spelen. Maar we doen we wel eens even naar uh, deze. Sinisterra krijgt de rust. Zijn vervanger is uh, Costa. Ze gaan de maken. En Pedersen voor Malatia. En Costa dus met zijn debuut voor Feyenoord. Dat de bank nemen we nog wat spelers mee. Uh, Nelson krijgt de rust. En hier krijg ik ook Salah die meegaat. Misschien dat ook eens een maakt. En Ausnus in plaats van Congolo. Oké, okay, dit is de baas zelf tegen PSV. Kunnen wij van PSV winnen? We gaan naar Eindhoven. We spelen in de sneeuw. Dat is natuurlijk een heel groot nadeel, dat weten we. Maar goed, dat kan niet anders. Af en toe kan je zomaar gebeuren dat je in de sneeuw speelt. En dat gebeurt dus ook hier in het Philips Stadion. hier in Eindhoven. Dus de eerste ontmoeting tussen Feyenoord, PSV en Feyenoord. De Confederations League-ontmoeting. De laatste 16. De twee Nederlandse ploegen tegenover elkaar. PSV en Feyenoord. Het is koud, het sneeuwt. Een koude avond hier in deze, Euro in deze Europese wedstrijd. In de Conference League. Twee spitsen, Linsen en Dessers. Dessers volgend seizoen terug naar Club Brugge. Officieel bekend het niet. Blijft bij Feyenoord hier dan in de game, zeg maar bij ons. Om het seizoen ook Bas Dost tekent in de kuip. Ook natuurlijk Xavier Simons en David Neres. Een van de verrassingen uit de hoge hoed van de coach David Neres. Ajax ziet. Tekend, getekend in de Kuip in Rotterdam. Gaat volgens dus officieel zijn minuten maken voor Feyenoord. Bergers ging naar Ajax. En Nedes komt naar Feyenoord. Dat is een goede deal. Misschien nog wel een betere deal. Dit zijn de elf spelers van PSV. Gakpo zien we natuurlijk maar de weken. Gutser Junior, Sangare, Gutierrez. De bekende namen. Onze elf, die we natuurlijk kennen. We hoeven dus niet naar te gaan kijken. We gaan kijken wat het wordt. De wedstrijd tegen PSV zijn begonnen. En Balbezet is voor de Eindhovenaren. Gakpo. Max. Het is natuurlijk uh, een beetje glad. daar moeten we voorpassen. Ik kan zomaar verkeerd gaan uh, uitglijden hier. is dus Goede onderschepping nu voor Feyenoord. Goed, we zien de uitbak nu. De flanken. Valt de bal wel goed. Komt hij goed voor? Ja, de bal komt goed voor. En dan is het Linssen die scoort. 1-0 voor Feyenoord. Brian Linssen. En Feyenoord komt binnen 10 minuten op voorsprong. Door een van de twee spitsen. Brian Linssen. Die natuurlijk eigenlijk wil laten zien. Eigenlijk wil laten bewijzen dat hij wil blijven. Dus dat het onze hele klus wordt. Want je moet toegeven... Tot nu toe, alle spitsen laat het zien. Banis laat het zien. Van Hoordonk laat het zien. Desisus laat het zien. En Linsert. Het en alle spitsen die het goed doen. Dus er wordt keuzes maken voor de coach. Nou hebben we één keuze al gemaakt. Des die niet blijft. Maar dan hebben we nog steeds Linse die goed doet. Banis die we misschien uitlenen. Na nou, Boos komt terug. Als die het goed gaat doen, is het nog, uh, nog een moeilijker probleem. Van Hoordonk is goed begonnen. Maar die kunnen we misschien omscholen naar het of uh, voorhoede of een uh, flankspeler. Ja, Dost moet nog gaan kijken of hij het kan. Kwartier gespeeld, 1-0 voor Feyenoord nog steeds. Het is nu voor PSV. De vraag is, kan Feyenoord de bal uh, daar wegkrijgen of blijft, houdt PSV de bal bezit? Vooralsnog wel, is het PSV die hieruit komt. Wordt het oppassen nu voor Feyenoord. Het zit uh, aan de zijkant, duur weghalen die bal. En het schiet kans de redding van Bailo, goed gedaan. Nu de Feyenoord eruit komt, ook echt een strafschop tegen. Kijk, is dat soort dingen, weet je, zitten er dus niet in. De overtreding werd gemaakt, een strafschop, en is het dus uh, ja, de 1-1 alweer. Nou, we hopen dat de app gewoon morgen het weer doet. En dat het voor jullie weer beter is. Maar goed, 1-1 dus. Gutsen. 22e minuut. En zo is het dus uh, weer een uh, iets minder. Uh, nu. Maar laten we hopen dat we nu toch wel weer op kunnen gaan komen. Dat willen we in ieder geval. Eerste helft. 1-1. Dessers. Is het Dessers? Ik, heb, ik weet even niet zo snel wie het is. De voorzitter in ieder geval goed. Maar dan wordt hij weggehaald op het laatste moment. Opvang hier door PSV. En nu komt PSV er weer uit. Half uur bijna gespeeld. 1-1. Gutsen doe me te maken met die strafschop bij PSV. En wij hebben de bal terug. Ja, goed. Dan komt hij misschien uitblijven. Ja, Brian Linssen. Weer gevonden. Brian Linssen voor de 2-1. Brian Linssen. En de bal naast. had 2-1 moeten zijn voor Feyenoord. Brian Linssen krijgt het er niet in. had de voorste moeten zijn voor de Rotterdammers. Doelt dat nu voor PSV? Max. Kan Feyenoord de baldak terugkrijgen? Kan Feyenoord de druk zetten voor alsnog? PSV de bal bezit? Moet Feyenoord hopen dat ze er kunnen onderscheppen? Maar volgens nog is het PSV die de bal rustig rustig rondtikt. En fijn dat toekijkt. toekijkt. En nu dus uh, hapt, goed gedaan. Nu de uitbraak misschien voor Feyenoord. Allereerst de goede goede paas op Dessers. Dessers, Linsen loopt daar weer vrij. Dessers houdt hetzelfde balbezit. Dessers dan, ja, die maakt de, de bal uiteindelijk kwijt. In de instelling dat hij bijna voorbij is. 1-1, 25 minuten, minuut. Nog steeds de gelijke stand hier. In deze eerste ontmoeting tussen PSV en Feyenoord en de Conferences League. En nu komt misschien de uitbraak. Hier, hier komt de kans. En hij zit er niet in. De bal net naastgeschoten door uh, volgens mij Dessers. Of ja, aanbaks. Een van de twee. Ik kan het even niet goed zien. In ieder geval wel een goede om nu van Torsten. Kort genomen, nu in één keer. Schot geblokt. En de bal nog een keer aan nu. En dan weer geblokt. Opgevangen nu door, um, door Feyenoord. Nu dan misschien de uitbraak. De kans voor het schot. En afstand weer. Weer geblokt. Ik moet trouwens Hens even aanzetten, want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Ik vergeet het steeds. Gaat ze hem tegelijk even doen. En hier de handen van de doelman. Schot van Linssen. Ondertussen de tweede helft. Waar nu dus PSV, of PSV uh, ja, nu achter Feyenoord aan moet. En dan komen we met een kans en een redding nog op het laatste moment. Van Drommel. Dan gaat de Boer uh, erin komen voor Costa. Zijn debuut mogen maken deze wedstrijd. Niet echt gezien. En nu de hoekschop van Feyenoord. Torsta. Hier de kans gelijk voor Linssen. En dan de redding en de rebound zit er wel in. 2-1 voor Feyenoord en nu is het de andere spits die scoort, serial Dessus. Ik zei het, dan laten de twee spitsen zich zien en dit keer is het Dessus in een de minuut 62 lang moeten wachten op het doelpunt, maar hij ziet er dan toch weer binnen en staan we dus wel weer op voorsprong door Eén van de twee spitsen. Allebei de spitsen die Feyenoord helpen, Linssen en Dessus. Linssen al vroeg in de wedstrijd, Dessus iets later in de eerste helft, in de tweede helft sorry. Ondertussen gaat Feyenoord weer uitkomen richting een derde. Lukt dat? 82ste minuut loopt. De voorzet komt goed. En dan is het 3-1 voor Feyenoord. En dan is het dit keer de doelpuntemaker. Guus Stil die het doet. En dan is het 3-1. En dan lijkt dus op beslist In ieder geval deze uitwedstrijd. Nu hebben we nog een wedstrijd in de Kuip. Maar dat lijkt toch wel een formaliteit. Feyenoord in de Kuip is altijd sterk. 3-1 hiervoor in 84 ste minuut door Guus Stil. Wie anders dan Guus, Guus Stil. Zeker terecht dat wij hem officieel hebben vastgelegd. Begin van het seizoen. Net zoals Nelson. Dat we bij hem gedaan hebben. En nu gaat de PSV er nog uit proberen te komen voor een aansluitingstreffer. Goede tackle. Nee, een overtreding. Van Marco Senessi, geel voor hem. En dan gaat de Ausnus er nog in komen voor Torsta. De aanvoerder gaat naar de kant. En dan komt Ausnus erin voor de laatste. Pak een beetje vier minuten. Vijf minuten extra tij, uh, met extra tijd erbij, misschien. Zes minuutjes. Feyenoord heeft het bal bezit. wil misschien nog richting een vierde gaan. Ja, raakt ga de bal dan kwijt. Hoeveel extra tij... van Ginkel trouwens tegengekomen voor Gutsen. De vraag is hoeveel extra tijd we gaan krijgen nu in de wedstrijd. hier de bal nu voor Feyenoord. Hoeveel extra tijd gaan we krijgen? Twee minuten maar. Maar in twee minuten gebeurt er helemaal niks meer. Kijk, maar dat, ik hoop dus echt dat morgen gewoon die app weer doet. Maar goed, jullie hebben wel de wedstrijd gezien. Het is 2-0, 3-1 gebleven. Gaan we met een goed gevoel naar de volgende wedstrijd. In de, de Conference League, de tweede ontmoeting. Die is gelijk voor de volgende aflevering. Morgen hebben, we natuurlijk, morgen hebben we natuurlijk de Feyenoord Career Mode. En nu gaan we nog een wedstrijd simuleren volgens mij in de competitie. En dan hebben we dus de volgende wedstrijd tegen PSV. Die bewaar ik voor de volgende aflevering. De tweede, laatste 16 wedstrijd. En hopen dat we ons kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. Volgens mij dan de kwartfinale. Of ja, volgens mij wel. Maar dat zien we dan. Eerst maar even de Eredivisie wedstrijd simuleren. Die hebben we tegen PEC Zwolle. Die moeten we toch kunnen winnen. We staan er dik bovenaan. En we gaan even kijken. Uh, bij de tweede helft al spelen. En wat doen we? Met Remy in het doel verliezen we met 1-0 van Paxvolle. Nou kunnen we het ons permitteren. We staan ver bovenaan in die eredivisie, maar toch heb je het liever niet. Maar ja, het kan gebeuren met het tweede helft al. De volgende aflevering hebben we de wedstrijd tegen PSV weer. Dan nu de thuiswedstrijd tegen PSV in de Conferences League. Die bewaren we voor de volgende aflevering. Ik ga je bedanken voor het kijken naar deze video. Druk op het duim gedaan. En dat zeg ik zo tijd, zoals nu. Um, zeg ik al later? Nee. Want ik ga nog even nieuwe jeugdscouts toevoegen. In Nederland sowieso één. En in Canada. Kijken, wat, kijken of we daar wat vinden. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik tot tijdens als nu. Later.